Die Ajax-supporters in Rotterdam, ja, die hebben het vanmiddag laten weten. Ja, die hebben gezongen tegen de Telegraaf. Ja, want die zijn er een beetje mee klaar, heb ik het idee. Want, ja, nou, hoor zelf maar even. De kamp van Valentijn, Valentijn, Valentijn. De kamp van Valentijn, zo voor de leugens zo zijn. De liefde, supporters zijn het zat. Des Ajax, en nu met die rat. Ja, en ze zijn niet de enige. Het Parool heeft er al over geschreven. Waarom de Telegraaf eventueel tegen Ten Hag zou zijn. En de Tubantia, die hebben het opgenomen voor Ten Hag. Dus ja, en iedereen heeft het over de hetze van de Telegraaf tegen Ten Hag. Maar goed, ik ken die jongens goed. Ik ken die Valentijn en ik ken die Mike van Wij. Dat zijn aardige jongens. Maar zij hebben natuurlijk kennelijk voor zichzelf besloten, die Ten Hag moet geen trainer van Ajax blijven. Dat hebben zij, waarom, weet ik niet, hebben ze besloten. Nou goed, maar hoe gaat het dan verder? Toen Ajax vorig jaar begon, toen zetten zij in met de Telegraaf. Ze dachten, oké, nou pakken we hem. Ajax speelt niet goed en nou gaat hij eraan. Maar Ajax ging daarna vrij goed spelen en er gebeurde niks. Toen kwam Ajax uit de winterstop en hup! Je dachten die jongens van de Telegraaf, dan gaan we weer. Nou pakken we hem, want hij presteert niet en we grijpen hem. Maar oh, wat gebeurde daar? Ja, hey, Ajax die gloreerde in de Champions League. En ja, dat begrijpt de kleuterschool nog wel. Ook onze jongens van de Telegraaf moesten even hun mondje houden en lieten het begaan. Nu, in het nieuwe seizoen, moesten ze in het begin ook nog even rustig. Maar hup, in Nicosia ging het niet helemaal goed. En boem, daar waren ze weer. Ten Hag, die moeten ze kennelijk niet. Om de een of andere reden. En ze zullen hem blijven achtervolgen. Alleen, er is één verschil. Vroeger, als de Telegraaf besloot, die en die gaat eraan. En dat deden ze bij het bestuur van Ajax. Bij Van Gaal. Bij het Nederlands elftal. Als zij hadden besloten, die moet gaan, dan ging die ook. De publieke opinie ging dan ook om en dan was het niet meer te houden. En dan won de Telegraaf. Maar er is nu één verschil. Dat is kennelijk niet meer zo. Ze hebben niet meer, denk ik, die grote macht. Ja, en dan wordt het een beetje een treurig verhaal. Want ze hebben... Nee, want nu... Ajax presteert gewoon en er is niks aan de hand. En die supporters zien nu ook van we gaan daar niet in mee, in die mening van de Telegraaf. Dus ja, daar sta je dan en dan krijg je dit soort gezang ook op de tribunes en al dat geschrijf. Hey jongens, hey Valentijn en Mike, geloof mij nou, die Ten Hag, die is beter dan dat jullie denken.